Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Mijn naam is Jelena en zoals elke week heb ik weer een bijzondere gast naast mij. Vandaag heb ik Chris Polane, een Surinaamse schrijver, maar ook dierenarts die een nieuw boek heeft uitgebracht. En hij gaat me er alles over vertellen. Welkom Chris. Dankjewel. Vertel iets meer over jezelf. Ik ben Chris Polane. Ik ben geboren en getogen in Suriname. Maar ik heb eigenlijk wel het grootste deel van mijn leven in Nederland gewoond. Maar ik heb me altijd Surinamer gevoeld. En ik kom nog steeds 2 keer per jaar naar Suriname. Mijn moeder woont hier nog. En ik heb ook heel lang heel veel heimwee gehad naar Suriname. En de heimwee was de drijfveer om te gaan schrijven. Ik schrijf ook altijd alleen maar over Suriname. En mijn boeken spelen zich af dicht bij huis. Dus in de buurt van mijn ouderlijk huis. Nou, in de buurt. Heimwee heeft je laten schrijven. En nu zitten we hier, want je hebt weer een nieuw boek uitgebracht. Misschien, het is in 2021 uitgekomen, maar we zitten nu hier. En Centaur. Ja. Vertel me over Centaur. Centaur gaat over een jonge man, Gilly. Hij is 20 jaar, het speelt zich af in 1990. Hij zit op de universiteit van Paramaribo, maar daar gebeurt niks. En het land is in crisis. Hij heeft het gevoel dat zijn leven stilstaat. Hij wil naar Nederland om te gaan studeren voor dierenarts. In dat opzicht lijkt hij op mij natuurlijk. Maar hij heeft daar niet genoeg geld voor. De enige optie die hij ziet is een springwedstrijd winnen met het paard waar hij op mag rijden. En met dat geld een ticket boeken en zich inschrijven daar op de universiteit. En het boek begint eigenlijk op het moment dat hij zich gaat voorbereiden op die wedstrijd. De wedstrijd. Wat je net vertelde, het klinkt heel dicht bij de realiteit. As it is in deze tijd. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die daar ook nu zitten en denken van, oh, wat nu, die stilstaan. Maar voor het schrijven van je verhalen haal je heel veel inspiratie uit je eigen leven. Ja, ik denk dat alle schrijvers dat doen. Alleen, je gaat niet gewoon het één op één overnemen in het boek. Dus de hoofdpersoon lijkt op mij, maar hij heeft ook allerlei andere eigenschappen. Maar er zijn heel veel facetten in het boek, die zijn echt uit mijn leven. Het boek is opgedragen aan mijn vader, Pieter Polane, die is al heel lang geleden overleden. En in het boek beschrijf ik hem wel zoals hij echt was. Het is ook opgedragen aan een oude vriend van mij, Shane. Was een springruiter, een goede ruiter, is later verslaafd geraakt aan de drugs en overleden. En in het boek wil ik hem nog een grote wedstrijd laten rijden. Aan die twee personen is het opgedragen. En die personen worden wel eigenlijk beschreven zoals ze echt waren. Dat is heel mooi. En ook heel mooi van jou om Shane zoiets mee te geven, om zo herinnerd te worden. Je hebt een prachtig boek geschreven. Je denkt aan Suriname wanneer je schrijft. En je bent nu ook in Suriname om meer bekendheid aan je boek te geven. Hoe werkt dat nu voor jou? Hoe gaat dat tot nu toe? Wat heb je allemaal al gedaan? Waar ben je geweest? Ik heb het gevoel dat ik overal ben geweest. Maar nu pas hier, nu pas bij ons. Nu pas bij mij. Nu aan de beurt pas. Maar veel radio, tv, kranten, podcasts, van alles gedaan. Maar in Nederland heeft het boek ook veel belangstelling gekregen. Op twee manieren. Eén stukje uit het boek is uitgekozen door de Matthijs van Nieuwkerk om in een bundel uitgebracht te worden met wat zij dan noemde de beste korte verhalen van de afgelopen tijd. En dat was dus geen kort verhaal, maar een stukje, een hoofdstuk uit het boek, waarin de mentor van de hoofdpersoon wordt geconfronteerd met zijn buitenvrouw eerst en daarna met zijn vrouw. En dat is een hele emotionele episode en eigenlijk vind ik het een van de beste stukjes uit het boek. En dat is dus uitverkoren. Heel veel mensen hebben het gelezen, want die bundel werd in tienduizenden uitgaven uitgebracht en gratis meegegeven aan mensen die zoveel boeken kochten tijdens de Boekenweek. En het boek is genomineerd als beste boek voor jongeren. En ook, we zien hier dat het ook Boek van de Maand was. Ja, Boek van de Maand in het AD, in een krant van Nederland. Kiezen elke maand een boek uit. Dus het heeft wel veel belangstelling gekregen. En daardoor krijg je als schrijver ook steeds meer belangstelling. Yeah. Ik ben net gevraagd om juryvoorzitter te worden van een schrijfwedstrijd voor korte verhalen in Nederland.
hele grote wedstrijd, landelijk. Dus ja, ik kan wel zeggen. En ik heb pas een column gekregen in het NRC, een grote krant in Nederland. Dus ja, ik kan wel zeggen dat het goed loopt momenteel. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar in de column, wat ga je dan daar? Waar ga je daar? De column korte is, verhalen? Nee, de column is over belevenissen in mijn dagelijks werk. Ja, in de dierenartsenpraktijk. Ja. Ook leuk. Ja. Ook leuk. Ja. Als je goed kan schrijven, zal de column over dieren ook wel goed gaan. Ik wil één recensie, of tenminste zal ik het een recensie noemen. Ja. Niemand schrijft over Suriname zoals Chris Polane. Centaur is nu al één van mijn lievelingsboeken van het jaar. Je schrijft over Suriname, je heimwee wordt daar een beetje mee verminderd of verzacht. Ja. Maar wil je dan nog meer daarmee bereiken of is het alleen je heimwee die je wil verzachten of verminderen? Ja, schrijven is eigenlijk een behoefte. Als je een schrijver bent, dan heb je het gevoel dat je moet schrijven. En dat die verhalen eruit moeten. Dus men zegt vaak het is een hobby of je probeert je heimwee van je af te schrijven. Maar schrijven gaat eigenlijk veel dieper. Veel schrijvers hebben bepaalde issues. Schrijvers hebben vaak niet zo'n hele leuke jeugd gehad. En die proberen eigenlijk het leven te verwerken door te schrijven. Ik heb zeker geen slechte jeugd gehad. Maar hij was wel een beetje rommelig, kan je zeggen. Mm. Heen en weer van Nederland naar Suriname, telkens heen en weer. En daardoor heb ik me vaak niet thuis gevoeld op de plek waar ik was. Mm-hmm. En als volwassene in Nederland, toen ik ging werken als dierenarts, vader werd, een gezin kreeg, heb ik me eigenlijk iets van 25 jaar niet thuis gevoeld op die plek. Want ik vond eigenlijk dat ik in Suriname moest zijn. Dus het schrijven is, kan je bijna zeggen, een spiritueel iets. Het is om de dingen te vervullen die je in het dagelijks leven niet kan, niet kan vervullen. En het geeft heel veel voldoening omdat een bepaalde creativiteit naar boven komt. Dus het is een heel, hele mooie bezigheid. Ja. Nou, prachtig dat je het zo mooi kan vertellen. Centaur is uit. Kunnen we het hier in Suriname ook krijgen? Ja. Kunnen we het kopen? Waar kunnen we het halen? Je kan het krijgen via de schrijversgroep 77, via Silva Kumar. Het is te koop bij Faco en ik verkoop het zelf ook. Als hij er is? Als ik er ben. Ja. Dus hoe lang kan men contact maken met jou? Dat kan eigenlijk altijd. Men kan mij opzoeken via Facebook, via internet. Kan altijd, ja. Oké. Okay. Ik zal hem zeker ook lezen. Ik wil nog één ding vragen. Want we leven in een tijd waar social media, er zijn zoveel afleidingen. En heb je een speciale doelgroep naar wie je catert die jouw boeken zouden mogen lezen? Of is dit voor ieder? En hoe in deze tijd doe je best om meer mensen te bereiken? Los van de interviews en waar je allemaal bent geweest. Dat mensen zo'n mooi, een pracht van een boek kunnen ervaren. Ja, het is voor ieder, jong en oud, zal ervan genieten, denk ik. Maar we leven in een tijd waarin er steeds minder gelezen wordt. En dat is in Nederland zo en dat is hier zo. Je hebt social media, je hebt Netflix. Mensen lezen steeds minder. En er wordt heel veel aan gedaan. In Nederland met name om jongeren aan het lezen te houden. In Nederland zijn de mensen die lezen, zijn meestal 40 plus. En vooral vrouwelijk. Als ik dus optredens geef in boekhandels of bibliotheken, dan heb je een grijs publiek, een grijs vrouwelijk publiek. En dat is best wel vreemd eigenlijk. Mm. En dus schrijf je voor een ouder vrouwelijk publiek. En dat zou je misschien niet moeten doen, maar je hebt het wel in je achterhoofd. Mijn eerste boek is een heel heftig en gewelddadig boek. Mm. En toen ik dan daarmee ging optreden, dan kwam ik dus in een zaal vol oudere dames, grijze dames. Dacht ik van, ja, maar is dit wel wat ik bedoelde? Dit had ik eigenlijk niet verwacht. Maar dus daar kwam je ook later pas achter, hè? Wie eigenlijk je doelgroep is. Ik had dat eigenlijk moeten weten, maar het is een beetje vreemd. Want je wil als schrijver gewoon schrijven wat er in jou zit en wat eruit komt. En je wil niet in je achterhoofd houden van, oké, maar zijn die oudere dames die het gaan lezen? Want wat ga je dan schrijven? Een oudere damesboek, dat is niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling, maar je hebt ze in ieder geval wel al bereikt. Want dat is heel, zal ik zeggen, heel mooi. Je hebt een groep en die zijn er. En ik denk zeker dat wie meekijkt en van lezen houdt en geïnteresseerd is, zeker wel op zoek zal gaan naar dit boek. Waar, zoals je me voor begonnen vertelde, de liefde en de zoektocht naar een beter bestaan centraal staan. Dat klopt.
Nou, de doelgroep, of die heb je eigenlijk al ontdekt, maar natuurlijk willen nog meer mensen bereiken, want het zijn mooie boeken die je schrijft. Maar wat verder nu? Is er een nieuw boek op komst? Wat is de volgende stap? Waarmee ben je allemaal bezig? Ja, ik ben met een nieuw boek bezig. Wat zich ook in Suriname afspeelt, alleen de hoofdpersoon is dit keer ouder. In mijn vorige boeken waren het heel jonge mannen, 30, 20. En dit keer wordt het iemand van mijn leeftijd. En ik heb gemerkt eigenlijk dat ik het liefst schrijf over relaties tussen mannen en vrouwen. Dat is in het eerste boek nog iets minder, in het tweede boek al veel meer. En in het derde boek zal het nog veel meer tot uiting komen van hoe moeilijk het eigenlijk is om als man en vrouw goed met elkaar om te gaan, hoe moeilijk die relaties zijn. En dat zal in het volgende boek nog meer tot uiting komen. En wanneer mogen we dat boek verwachten? Ik schat in 2024. Zo meteen. Nou ja, ik heb zeker een jaar nog hard, heel Gaat hard je werken lukken, voor de gaat je boeg. lukken. En ga je dat hier ook iets aparts voor doen? Is het ook weer een Surinaamse man of ga je dat nog niet verklappen aan Het is ons? altijd Surinaams. Dus de mensen zijn Surinaams. Het speelt zich altijd heel dicht af bij mijn ouderlijk huis. Dit keer blijf ik eigenlijk bijna alleen maar in dezelfde straat. En welke straat is Dat dat? is de Julianastraat. Oh, vlak hier. Ja, maar die verander ik wel naar mijn eigen inzicht. Ik denk net als je vertelde me iets hier over het eerste boek vooraf. Daar was het onder water. Dat speelt zich ook daar af en daar Ja. is de hele straat, nou eigenlijk de hele stad onder water. Ja. En deze, misschien wil je het nog niet vertellen, is het ook in de recente tijden? Deze speelt zich af in deze tijd, ja. De eerste speelde zich af in de toekomst, waarbij Paramaribo Noord met name onder water stond. De tweede in 1990 en de volgende zal zich gewoon in het nu, in het heden afspelen. Alright, ik Ja. ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd naar die. Vandaag hebben we Chris Palane bij ons in de studio gehad. Hij heeft ons verteld over zijn boek dat is uitgekomen in 2021, Centaur. Een prachtig boek waar de liefde en de keus voor een beter bestaan centraal staan. Hij is bezig met een nieuw boek. En verder, of tenminste om het goed af te sluiten, gaat hij ons nog één keer vertellen waar we deze kunnen halen in Suriname. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het komen, Chris. Graag gedaan, Vertel was ons. heel leuk. Je kan de boeken krijgen via de schrijversgroep 77. Ze liggen ook bij Soep Osso. Je kan me ook opzoeken op Facebook en dan regel ik dat er een boek naar je toe komt. Hij heeft het gezegd. Oké, tot de volgende keer. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.